Jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Guus en vandaag ben ik hier met de tweede aflevering van Road to Champion Division. In deze serie probeer ik zo snel mogelijk Champion Division te behalen en natuurlijk jullie te laten zien hoe ik dit doe en welke tips en tricks ik gebruik tijdens mijn potjes. Vandaag moeten we nog 32 punten voor de volgende division. Dat is volgens mij Division 3. Ik zit momenteel op 43 punten. Dit hebben we gehaald in één episode. En we gaan nu proberen deze 32 punten te behalen in deze aflevering. En dan volgende aflevering verder te gaan in Division 3. Net zoals in de vorige aflevering ga ik dit keer weer landen in Tilde Towers. Omdat ik Tilde Towers een hele fijne plek vind voor nu. Om te beginnen omdat ik hier gewoon lekker kan rushen. Er landen veel mensen. En omdat ik de personen waar ik nu tegen vecht nog best wel veel kan hebben. Net zoals in de vorige aflevering zal ik jou nou vertellen als deze strategie niet voor jou werkt. Dat je dan gewoon slow moet spelen en je kills gewoon tijdens de endgame op moet gaan pakken. Alright jongens, we zijn ondertussen geland en ik heb een AR. Daar ben ik al heel erg blij mee. Dus even kijken. Kijk, een shotgun. We kunnen nu eigenlijk wel al gaan pushen. Want ik heb alles wat ik nodig heb. Zo, kan ik dit switchen alsjeblieft? Ja, dankjewel. We hakken deze even door. En we gaan maar gewoon een huisje in pushen, denk ik. Ik wil deze wel even. Misschien dat hier iemand zit. Ik zie nog niemand. Oh, mijn muziek staat best wel hard trouwens. Maar het mag niet uit. Oké, hij plaatst een trap. Daar moeten we goed op letten. Het zou dom zijn als we daardoor doodgaan namelijk. Ik weet niet of de trap hier zo bij het plafond zit. Deze muur even weghakken. Ik denk dat hij hierachter zit. Yo, je moet wel gewoon editen. Ik weet waar hij zit, denk. Hij zit daar. Of gewoon niet. Wel een drumgun. We kunnen nu ook wel met een AK proberen wat tekst te gaan pakken op andere mensen. Kan ik hier ergens naar beneden toe? Ja, via dit ding. In de slipstream. Heel chill, dankjewel. Oké, ik had al verwacht dat ik wat meer kills nu zou pakken. Maar het is even moeilijk om mensen te vinden in Tilded. Dat is jammer, want ik wil niet dat onze kills genakt worden. Oké. Oké, leermomentjes voor mezelf, jongens. Misschien wat te enthousiast met pushen deze mensen. Ik zag op het moment dat ik hem tagde vanaf boven dat hij al shield had. En ik wist dat ik zelf sowieso geen shield ging hebben. Misschien was niet de beste keuze die we al kunnen maken, jongens. Dus we gaan snel de tweede game in. We gaan even wat langer wachten met pushen. Even wat shield verzamelen. En gewoon een volle game winnen. Want we kunnen namelijk 32 punten halen in één potje. Dan moet ik 22 kills halen. En dat is op zich wel te doen. Laten we even beast mode gaan. En gewoon even deze 32 punten gewoon er doorheen rossen. Want deze eerste leagues, deze eerste divisions zijn eigenlijk best wel makkelijk. Hier hoeven we eigenlijk zonder problemen doorheen te komen. Als je het niet verneukt zoals mij, dan moet dat wel kunnen. Ik zag trouwens bij de eerste aflevering, die was op donderdag online gekomen, dat Arena weggaat zodra World Cup is afgelopen. Ik weet dit zelf trouwens niet of dit echt waar is. Maar stel dat dat zo is, dan is dat trouwens best wel fucked. Want als deze video online komt, dan is het vrijdag. En de eerste video kwam trouwens woensdag online. Deze komt op vrijdag online. En dat is de dag wanneer de finale van de laatste week van World Cup is. Stel je voor dat het serieus zo is, dan is het best wel rest in peace deze serie. Want dan hebben we er eigenlijk helemaal niks meer aan. Want dan kan ik het überhaupt niet meer spelen. Dus het wordt even afwachten, het wordt even kijken. Maar als dat gebeurt, dan ga ik even een nieuwe serie verzinnen. En dan komt die in de plaats. Maar ik vind het wel jammer, want ik vond het een leuke serie om te doen namelijk. Alright jongens, we gaan even wat veranderingen toebrengen in dit potje. We gaan namelijk even van plek veranderen. Ik ga even kijken bij Salty, want Salty is over het algemeen nog steeds een erg drukke plek waar erg veel mensen landen. Zoals je ziet, landen er echt veel mensen of landen hun allemaal daar? Oké, waarom landen er zoveel mensen op die berg daar? Ik land daar legit nooit. Maar Salty, zoals je ziet, best wel contested gewoon. Deze man gaat voor het dak. Dan ga ik snel naar beneden en proberen hier goede wapens te vinden. Ik hoor dat hij ook al een gun heeft. Hij heeft een AR. Oei.
Oké, hij plaatst een trap. Fair enough. We moeten snel looten, jongens. Kom op, AR. Oké, nice. Big shield innemen. Misschien dat hier nog ergens minis liggen, maar ik wil gewoon even shield hebben. Ik wil daar niet te lang mee wachten. Oh. Oké, we hebben ondertussen ook al best wel wat materials gefarmd. Dus we kunnen deze persoon misschien wel killen op dit moment. Ik hoor hem nog steeds. Is risky, jongens. Is risky. Hij zit nog steeds op de bovenste layer. Misschien dat we hier een kill kunnen pakken. Ja, ik wil net zeggen. Volgens mij werd hier net iemand gekillt. Dat bedoel ik. Dat is heel fijn. Want alsjeblieft, heb even een shotgun voor mij. Nee, dat heeft hij niet. Maar ik heb hier wel shield door gekregen. Dus dat is sowieso fijn. En wat meer materials. Dat is in ieder geval één kill. There we go, boys. Nummer 2. Heerlijk. Flint Nokkie. Altijd lekker. Is best een goed wapen waar je snel damage mee kan doen. 2 punten erbij. Nog geen busver als het goed is. Nee, nee. Ik heb nog geen busver. Oh, ik had hem best wel kunnen schieten eigenlijk. Even kijken of ik een angle kan krijgen. Ah, nou, hij zal veranderen van positie. De jongen die zit hier gewoon nog steeds, hè. Hallo, mag ik de gun? Thanks. Oeh, daar zit die trap. Even wegschieten. Oh, ik kan hier niet bouwen. Yo, ik schiet niks raak. High ground. Nee. There we go. 4 kills. Ik moet uitkijken voor die sniper. Want die kan me best wel naaien hier. Net zoals in de eerste aflevering. Waar ik ook gesniped word. Oké, ik ga dit niet challengen. Hier omheen. Sensitivity is wel lekker op dit. Ik weet niet, ik heb andere sense op dit account ofzo. Wel heel irritant dat ik geen shotgun heb. Maar misschien kan ik wat sneller damage gaan doen met dit wapen. Heerlijk, boys. Heerlijk. Kijk, nu hebben we wel een shotty. Prima shotgun ook. Nou, grijs deck kan beter trouwens. Zo. Oh, oh, dat was de verkeerde slot. Wil ze het liefst allebei even killen? Ik weet nu niet uit mijn hoofd waar die ander weer zit.
Opletten op mijn shotgun ammo. Walk, boys. Buddy. Mag ik jullie één tip geven, jongens? Zorg dat je aim normaal is. There we go, boys. Oh my god, ik schoot zoveel mis daar. Dat kan echt niet houden. Ik ga die pakken. Ik heb meer ammo daarvoor. Pak deze ook nog even mee. Zo. Staat hier nog ergens een quad? Kan die normaal editen momenteel? Lol. Geen quad. Er staat nog wel een quad. Hallo quad, mag ik erin? Dankjewel. Alright jongens, 7 kills, 26 man remaining. Als wij die 22 kill game willen gaan pakken, moeten we even doorgaan strijden. Dat is mogelijk, maar het wordt moeilijk. Maar in ieder geval een lekker begin. Zoals je ziet, je hoeft niet alleen maar naar Tilde te gaan. Ik heb hier eigenlijk meer kills gepakt dan dat ik in Tilde pak. Dus de salty zeker een goede hot drop. Hij is ook weak. Moet wel. Let's go. Eindelijk een normale shotgun. Deze had ik nodig. Ook de HP. Dat is nice. 8 kills, jongens. Let's go. Let's get it. Rushen. Deze eerste divisions. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Rammen. Je hebt geen busfare. Gewoon gaan. Zoveel mogelijk punten pakken. Elke game. Endgames heb je bijna niet. Gewoon strijden. En dan straks gaat het wat moeilijker beginnen. Hij had zijn glider redeploy uit. Geloof ik. Yo, geef me die kill, please. Hoe weak is die gozer wel niet? Dan niet. Die kill pakken we zo wel. Die gozer op dat hoverbord, jongen. Oh, hier. Hij is heel weak. We kunnen hem laseren. Of hij heeft geheeld. I don't know. Ja, there we go. Wist het. I knew it. Die minis die wil ik best wel, trouwens. Alright, nice boys. 10 kills. We kunnen er zeker nog wat meer maken. Zon is nog best wel groot.
Kijk, dat bedoel ik met de endgames die je niet hebt in deze games. 13 man alive met deze cirkel. Dat gaat niet werken, jongens. Reloaden. Jeez. Well, we like it. Nu moet ik uitkijken, want Storm doet best wel veel damage volgens mij. Heb ik launchpad? Ja, heb ik. Go. Nice, boys. 12 kills. En doorgaan, en doorgaan. Zoek die mensen op. Pak die punten. Pak die punten. Mm-hmm. 8 mannen remaining. 8 enemies. 9 total. Ik zag net een baller. Ik weet niet waar die gozer heen is gegaan. Willen we even kapot maken. Zit iemand op de drone? Snipe me again, boy. Get him. Jammer dat het geen headshot was, jongens. Balen, balen. Maar hij is wel weak. 150 damage gedaan. Hij denkt, fuck, ik moet healen. Ik push hem. Hij is waarschijnlijk nu al best wel erg geheeld, maar hé. We blijven druk zetten. Oeh. Oh. Die edits waren echt overbodig gewoon. Ik had mezelf bijna gekilled daardoor. Maar ja, we hebben hem. Dus geen stress. Het was zonde geweest als we hierdoor dood waren gegaan. Dan nou weer even iedereen killen. De no skin. De no skin. Nee, dat wil ik niet. Ik dacht dat het normale rifle was. Reloaden. Heerlijk hoor, heerlijk. Maar ik weet niet door wie ik werd beschoten trouwens net. Oh, kijk, kijk, kijk. Daar is de baller. Almost. Nee, nee. You can't get the kill. Oh! Very nice. We kunnen nog steeds 20 bommen halen. Als er niet weer een paar brainheads doodgaan door Storm. Of ik het zelf verneuk, dat kan trouwens ook nog. Go, boys.
Still get it. Next person. Tempo, tempo, tempo. Oh. One for one. Don't die to storm. Let's go, boys. 20 kills, 1 game. Let's fucking go. Heerlijk hoor. Zeker goede game, zeker goede game. Ik weet niet of we het gehaald hebben eigenlijk. 73 punten hadden we nu. Hebben we 75 punten nodig voor een division? Denk ik. Ja, we hebben nog 2 punten nodig voor een rank-up. Nou, die halen we in de volgende game, jongens. 20 kills, of in de volgende game, in de volgende aflevering. 20 kills gedropt in dit potje. Dat betekent dat we 2 punten verwijderd zijn van de volgende division, als het goed is. Ja, dan gaan we namelijk naar division 3. Dus we gaan kijken of wat voor tryouts daarin zitten en of we daar ook nog even 20 bommen in kunnen droppen. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Jongens, deze tip van deze aflevering, precies weer hetzelfde als de eerste aflevering. Push zoveel als je kan. Leer ook te wekenen. Leer om te gaan met de situatie als het moet. En leer, kijk hoe je jezelf moet verdedigen als iemand jou wekent, jongens. De eerste games zijn echt niet moeilijk. En als je een beetje vaak Fortnite speelt, moet dit heel makkelijk kunnen. Bedankt voor het kijken voor nu. Ik vond het super tof. Dit weer op te nemen. Ik vind het een superleuke serie om te doen. Dus doe zeker een duimpje omhoog als je zin hebt in de derde aflevering van Road to Champion Division. Bedank ik jullie hierbij voor het kijken. En zoals ik al zei, we gaan kijken of de serie door kan gaan als Arena blijft. Zo niet, we gaan wat nieuws verzinnen. Wordt zeker ook tof. Maar ik zou het heel erg terug vinden als de Arena weggaat. Want we zijn net lekker bezig met deze serie. Superleuke serie om te doen. En jullie vinden hem ook heel leuk om te kijken. Dus bedankt voor het kijken voor nu. En hopelijk tot bij de volgende aflevering. Later, boys.